Ook met de coach van Donovan Wisse, Jurvin Watson, maakten wij een gesprek, of hadden we een gesprek. En hij geeft aan wat de komende tijd nog zal gebeuren en hoe hij zijn pupil voorbereidt op dit eerste, de eerste title defense in de Glory middengewichtklasse sinds hij dus de wereldtitel gewonnen heeft. Trainer Watson, het is eindelijk zover. Uw pupil, de wereldkampioen Donovan Wisse, zal eindelijk vechten op 20 augustus. Ik ga ervan uit dat de afgelopen maanden best wel stress is geweest, die onzekerheid van wel fit vechten, niet vechten, gaat nou door, gaat niet door. En intussen zijn we bijna een jaar verder. Ja, inderdaad. Glory heeft niet zoveel evenementen gehad de afgelopen tijd. Bij hun laatste evenement is het een beetje misgelopen. Dus van mijn kant was het wel begrijpelijk dat ze eigenlijk met een beter plan moesten komen voordat ze zouden gaan naar hun volgend evenement. Dus dat was voor mij te begrijpen. Aan de andere kant, Don moet gewoon altijd in training blijven. We zetten het vuur gewoon een beetje lager. Maar hij blijft gewoon in training totdat er weer een meetmoment komt. Los van de organisatorische zaken van Glory, is het zo moeilijk om een tegenstander voor Donovan te vinden? Want je zou denken, je hebt een top 10. Als nummer 1, 2, 3 niet kan, dan moet je bij 4 belanden, 5, 6 en zo on. Maar nu beland je helemaal buiten Glory om iemand die in principe zich niet heeft bewezen een titleshot te geven. Hoe rechtvaardig is dat? Inderdaad, ik zie wel dat die ranking een beetje is opgemixt, zeg maar. Een paar hebben Glory ook verlaten vanwege corona en daarna. Dus ze hebben elders hun partijtjes gaan zoeken. Andere contract is ook verlopen waarschijnlijk. Dus ze hebben het elders gezocht. En van wie er nog is, heeft Don intussen ook al van gewonnen. Dus, en die moet dan ook weer willen. Die moeten ook willen vechten. Dus Glory had gezegd dat ze naar andere organisaties zouden uitwijken. Naar andere kampioenen. Om Glory ook een beetje interessanter te maken. Om steeds dezelfde namen te hebben. Dat klinkt wel een beetje intonig. Wat weet je van Yuri de Souza? Ik heb wat beelden van hem gezien. Ik heb gezien dat hij links en rechts voor vecht. Het is me opgevallen. Het is best wel een stevige jongen. Dus hij is wel een vechter. Ja. Wat zal nu nog moeten gebeuren tussen nu en 20 augustus in de voorbereidingsfase van Donovan? We gaan nu daar we data hebben, dan gaan we het plan uitzetten. En dan gaan we beginnen zoals we altijd beginnen. Zijn conditie op peil zetten. Zaken waarin hij sterker moet worden, gaan we daarna vast aanpakken. Dus dat is om het zo te zeggen, een soort pre-fase. En daarna gaan we in de wedstrijdfase. En dat is dan opgesplitst in een paar blokken. En dan is hij dan gereed.